Dames en heren, hierbij heet ik u allen heel hartelijk welkom. In het bijzonder welkom aan onze eregast, zijn hoogheid hertog Paul van Oldenburg, voorzitter van onze stichting. Welkom, eerwaarde priesters en pater. Speciaal welkom ook voor de sprekers vandaag. En bovenal u als vriend en ambassadeur van Cultuur onder Vuur. En u als medestander die onze Cultuur onder Vuur-campagne ondersteunt. Ik wil u aan het begin van dit congres vragen om even aan te denken uw telefoons uit te zetten. Klein praktisch detail, misschien heeft u het al gedaan. Het zou natuurlijk jammer zijn als de lezingen verstoord worden daardoor. Ik ben heel blij dat ik nu dit congres van Cultuur onder Vuur mag openen. Het is een echte mijlpaal voor conservatief Nederland. Dit is een historisch moment. De linkse journalisten hebben hun pennen geslepen, omdat ze zich meer en meer zorgen beginnen te maken. De linkse politici zijn hoe langer hoe wanhopiger, nu ze zien dat de rechtse beweging aan het groeien is. En de klimaatactivisten die knarsen hun tanden vanwege de sterker wordende tegenbeweging. Wij zijn dankbaar wat we bereikt hebben na 5 jaar. We zijn dankbaar dat u allemaal de moeite heeft genomen om te komen hier op uw vrije zaterdag. En u ziet in het programma dat er heel veel verschillende perspectieven zijn. En ja, er is reden voor zorg. Maar de reden dat we dit congres organiseren is dat het kennen van het probleem al 80% is van de oplossing. We kunnen zo het probleem van de destructie van de westerse beschaving stoppen. We zijn hier nu allemaal omdat we bezorgd zijn, maar bovenal omdat we wensen dat er een oplossing is en dat er een uitweg is. Het grootste doel van dit evenement is misschien wel dat heel veel mensen zich alleen voelen. Die denken, ben ik nu de enige die ziet dat de islam een toenemend probleem is? Dat de klimaatideologie doorgedraaid is? Dat het gezin onder vuur ligt? Dat de instituties afgebroken worden? En een van de redenen voor het bestaan van Cultuur onder Vuur is te laten zien dat er een menigte is. Een menigte aan geïsoleerde mensen die heel sterk worden wanneer ze zich verenigen. En ik heb van heel veel vrienden gehoord uit het buitenland dat wat wij nu doen in Nederland onmogelijk zou zijn. Mensen in het buitenland zien Nederland als een verloren zaak. Een land in de klauwen van het socialisme. Een land dat verloren is. En het houden van dit grote congres is een belangrijk bewijs dat Nederland niet verloren is. Dat er een tegenbeweging is. Dit markeert het begin van een nieuwe tijd. Een tijd waarin links hoe langer hoe meer in de verdediging gedrongen wordt. Een tijd waarin linkse journalisten op hun tellen moeten gaan passen, willen ze hun geloofwaardigheid niet volledig verliezen. Een tijd waarin politici die ons land in de steek laten, bang worden omdat ze stemmen gaan verliezen. En die tijd begint nu. In het programma van vandaag ziet u een variëteit aan zaken. Lezingen, boeiende sprekers, prachtige muziek, interessante gesprekken. En na de lezingen van de eerste sessie is er een pauze waarin de tweede sessie volgt. En aan het eind zullen wij de Nationale Vrijheidsprijs Civitas Christiana 2019 uitreiken. Aan de winnaar die ik u straks zal verklappen. Het is mij nu een waar genoegen om u de eerste spreker uit te nodigen. Zijn hoogheid, hertog Paul van Oldenburg. Hij is voorzitter van de Stichting Civitas Christiana, waar de campagne Cultuur onder Vuur deel van uitmaakt. Hij is lid van de katholieke lekenbeweging Traditie, Familie en Privé-eigendom. Van Oldenburg behoort tot een van de voornaamste adellijke geslachten van Europa en is zodanig verwant aan de belangrijkste vorstenhuizen. Zo was zijn grootmoeder de achternicht van koningin Juliana. En hij is een neef van de koning van België, rechtstreeks afstammeling van de Duitse keizers. Daarom is het een bijzondere eer dat ik u nu mag aankondigen, hertog Paul van Oldenburg. Graag een hartelijk applaus.